Hoi, we zijn er in het Isola Theater in Capelle aan de IJssel, want vanavond spelen we hier Beer the Musical. Maar wat gebeurt er nou eigenlijk allemaal in dat theater voordat de voorstelling begint? Kom, ik laat het je zien. De beer wordt natuurlijk gespeeld door Fabian Jansen en hij zit alvast in de grim. Hey Fab, hey Donna. Leven is ongezond. De voorstelling wordt gespeeld door 50 getalenteerde jongeren van het Jeugdtheaterhuis, verdeeld over kast A en kast B. Dit is mijn kleedkamer en samen met Kiki Schippers speel ik de rol van Annie. En vanavond mag ik. Ik ga snel mijn kostuum aantrekken. Tot zo. Wat doen jullie nou eigenlijk nog meer echt om je voor te bereiden op die voorstelling? Ik neem al mijn teksten nog even door en ik probeer me er zoveel mogelijk te ontspannen. Ik ga zo nog even mijn tanden poetsen, want dat doe ik altijd voor de voorstelling. Ik probeer mijn hoge status gelijk aan te nemen voordat de voorstelling begint. Ik kijk altijd wat wil ik zeg maar naar het publiek overbrengen en wat is nou echt mijn rol. En dan herhaal ik goed de tekst voordat ik opga. Ik denk altijd aan de woorden van mijn moeder. Kom op Eline, je kan het. Daar heb je ze. Fabian als beer en Oscar als mijn broertje, Tyler Dick. Wat doen jullie eigenlijk om je voor te bereiden op de voorstelling en op je rol? Beetje die vibe gaan voelen, stiekem in de zaal kijken. Eigenlijk een half uur voordat we echt opgaan, ga ik even meer naar mezelf toe en dan ga ik me concentreren. En dan ga ik spelen. Dus eigenlijk alles wat ik doe in de voorstelling, loop ik even snel over het toneel in 5 minuutjes en nog een beetje grommen. Dit zijn nu de meespeelkinderen die vanavond dus meespelen in Beer the Musical. En het leuke is, elke voorstelling, of eigenlijk elke stad waar we staan, zijn dat weer andere meespeelkinderen. Want je kan je opgeven en dan sta je hier echt op dat grote toneel in de voorstelling te shinen. Ja, 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 ja. Stemmen die zijn opgewarmd, nu wordt het tijd voor de fysieke warming up. En ik ga lekker mee. You don't wanna hurt yourself. By looking too close. Soundcheck. Dames en heren, Company Call. Ik zou zo graag willen dat je weer echt even heel erg probeert om het allemaal voor de allereerste keer te doen. Toneelspelen is de kunst van de herhaalbaarheid. Blijf dat gevecht voeren. Blijf dat wedstrijdje spelen en kijk waar je het nog weer puntiger en nog weer gekker en nog weer dieper met elkaar kan doen. Zoals je hoort komt het publiek nu binnen en we hebben net het seintje gekregen dat over 5 minuten het doek open gaat en dan gaan we beginnen. Ja. Heb je er zin in? Ja, jij? Ja, heel goed. Nou, top. Toi.